Hallo iedereen, welkom bij Bioshock Infinite. Ik dacht weer eens een andere nieuwe let's play te gaan doen. En deze had ik al een tijdje geleden heb ik die al gekocht en die wou ik altijd eens een keer doen. Dus ik denk dat het nu maar eens tijd wordt om te gaan spelen. Wacht even, mijn microfoon even wat beter zetten, is het niet zo goed. Een nieuwe microfoon staande kopen. Deze begint langzaam met elkaar te vallen. Wat hebben we? Medium, easy, hard. Ik weet dat er een andere mode is, maar dan moet je denk ik één keer spel voor hebben uitgespeeld. Maar dat is super moeilijk. Maar ik ga normaal spelen, want ik wil niet 20.000 keer achter elkaar doodgaan. Dus we gaan met medium. En here we go. Ik ga wel tussen de cutscenes stil zijn, dus zijn moment dat ik stil ben. En dan misschien praat ik daarna een beetje erover. Maar ik vind het altijd vervelend als tussen cutscenes mensen doorheen praten. Dus laten we maar eens gaan beginnen. Oh. Looker. Okay. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Okay. Oh, shit, she got. We've arrived. Okay, kan ik hieruit? Ik weet dat ik rond kan kijken. Oh. F. Okay. Shall we tell him when we'll be returning? Would that change anything? It might give him some comfort. Well, at least that's something we can agree on. Hey! Is somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Okay, daar gaan ze. There's someone inside. Ja, dan gaan we gewoon beginnen. Maar goed, ik weet helemaal niet. Ik heb niks van het verhaal ingevolgd of hoe je in de rug gaat. Wat ik wel heb gedaan, zijn de wapens en krachten wat je krijgt opgezocht. Die heten Figgles. In plaats van, wat was dat bij de oude Bioshock? Oh ja, F. Ik ben zo gewend om E te duwen. Excuse me. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Zullen we zien. Kom wel muziek boven. Is anyone here? Hello? Wou ik juist net vragen. Kast. Zit hierin? F, ik doe steeds E. Ah, geld. Tik al. Het is een beetje Fallout, steeds met F. En mijn eerste achievement. Of een deel van een achievement. Is de radio. Leuke boot. Verfpot. Water in? Er zit water in. Oeh. Dat is bloed. Blijkbaar is hier een gevecht geweest. Oké. Vind ik hier een lijk hierboven? Oké. Shit. Oeh, geld. Ah ja, ik doe steeds verkeerde knop. Ik doe steeds E. Een sigaret, dus het is nog niet zo lang geleden. Spijtige dingen met hem gedaan. Oké. Wat is hierboven? Kan ik mijn geweer niet eruit halen?
Nee, geen een van de knoppen doen het. Wel? Wait a minute, that card. Oh, oké. Dus dat is. Dat is het. Wow, what? What in the world is. Wow. Ik heb een vel van. Damn. Dat laat me aan zo'n Big Daddy denken, dat geluid. Dan moet je toch door het hele eiland zien. Die mensen daarachter moeten dit zelfs zien. Het andere mensen die dit niet opvalt. Dan zou je toch zeggen dat hier meer mensen naartoe zouden komen om dat te onderzoeken. Oh. Moet ik gewoon gaan. Alright. Looks like they expect me to sit in their fancy chair. Ja, oké. Ga ik maar gewoon zitten. So now what? Laat ik al. Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. This can't be good. No, God damn it! Ascension in the count of five. Count of four. No. Three. Two. One. Ascension. Stay calm. 5,000 feet. 10,000 feet. 15,000 feet. Hallelujah. Wow. Oh, wow. Damn. Echt dat muziek, hè? Dat maakt het echt zo epic, man. Hetzelfde soort, het is hetzelfde als de oude Bioshock, man, in de lucht. Gewoon, je moet gewoon... Er zijn soort momenten in het spel wat ik gehoord heb dat je gewoon stil moet zijn en gewoon eens moet rondkijken. Dat zo prachtig is. Maar, wat ik zover weet, alvast een waarschuwing, er zitten ook hele gruwelijke dingen in. Dus ik ga mensen waar we gruwelijke manier dood krijgen. Oké. Kan ik hieruit? Hoe kom ik hier? Uit. Oké. Kijk. Kan niet uit. Ja, ik zit nog steeds vast. Ah, hier kom ik los. Oh, heel christelijk geloof. Zit eigenlijk hier. Is dat een boek? Wat is het daar? Oeh, een muntje. Eén tip wat ik ook goed heb gehoord, je moet elk muntje oprapen wat je maar kan. Want dat maakt je wat makkelijker om afgeest te komen. Seed of the Prophet. Damn, dat is een standbeeld. Zo'n standbeeld wil ik ook voor mezelf wel eens een keer hebben. Dat zou awesome zijn. Wat is hier? Oh man, dat ziet er gewoon chic uit. Wat is hier? Oh, geld. Geld heb ik allemaal op. Ik laat geen muntje liggen. Hoe moet ik het stelen? Hierachter iets? Nee. Kan ik me... Oh, je hebt het weer de FPS zwevende hoofd. Kijk, je hoort de voetstappen... Maar je ziet je voeten niet.
Dat is bij de meeste films precies. Het kan dan niet zo moeilijk zijn om benen aan de speler te geven. Gewoon geen benen. Dus ik ben gewoon een vliegend hoofd. Of zeg maar een vliegend hoofd met alleen armen. Of een vliegend spook met alleen armen. Wat is hier? Empty. Oké. Okay. Hey, kijk daar! Dat is van Fallout! Die ligt van Fallout, dat poppetje. En de muntjes. Het is een Easter egg. Hebben we toevallig een random Easter egg gevonden. Oh mijn god, ik weet dat hier veel Easter eggs in zitten. Ik heb gehoord dat er 20 of zo zitten. Wat zit hier aan? Ook empty. Er is niks. Anna kan checken. Dat is ook een mandje. Maar toch even allemaal checken. Wat zit hier aan? Ook niks. Ah. Wat er weer zelf als Skyrim, dat ik ook heel goed gokken van hoeveel muntjes zitten erin. Excuse me. Hallo? Where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Best keep such questions to myself, unless I want to get made. Ja, kan ik nog eens met hem praten? Kan ik hem slaan? Nee. Oh ja, nog een klein waarschuwing. Er zitten ook heel veel racistische dingen hierin. Dus als je daar niet tegen kan, je bent gewaarschuwd. Maar je ziet het wel. Het voordeel is al die... Every year, on this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at wounded knee and not railed against the Sodom beneath us, it would have been enough. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not accepted the 3 golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the 3 golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only... Okay, F. I want to be Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean? God, you look a bit creepy. And our Lord? I just need passage into the city. Passage to the city? Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? It's either this or turn around and get back on that rocket. Might as well get it over with. Come and be cleansed. Hallelujah! Is that blind? Come, let us cast the trickster out from you. Ik sta er voor je neus. Oh, daar. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. I don't know, brothers and sisters. But this one doesn't look clean to me. Oh, it's me again. Oh. Who's there? Who's there? Bring us the curb and wipe away the debt. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. Not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Oké. Zit hier een soort droom, denk ik. Ik denk nog wel dat ik de deur moet open doen. Zit hier de duivel achter? Wow. Ik denk dat ik dat moet tegenhouden. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Father Franklin, Washington, Jefferson. Okay. To Father Franklin, a key of gold so that Eden might have industry that set her above all other nations. To Father Jefferson. Oh, that's handy. That's for where you naartoe moet. Our prophet fills our lungs with water, so they may better love the air. Oké, maar je kan ook verdrinken daardoor.
Dat is wel fijn dat je nooit verdwaalt. Wat zegt hij? Dat is een kraai. He who crossed the Delaware with flaming sword and wings of angels. Watch over me and lend me strength. Shield my mind from fear and doubt. So wat de hel? Oh, kijk hier! Hoe is de volk alweer? Die zo zweeft. Kijk. Oh, dat is freaking awesome. Kan ik hem aanraken? Oh, ik kan hem duwen. Of ik ga door hem heen. Dat is awesome. Hoe heet een vogeltje weer? Pakiet of zo? Ja, ik heb geen flauw idee. Maar er zijn hele chique vogels. Ik weet dat je maskers of zoiets kan dragen als je in de buurt waar zo'n vogels leven. Just 'cause the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. Alright. Still got a girl to find. Maar ik weet dat je van zo'n vogeltje zo'n masker kan dragen. En wow. Wauw. En dat die gebouwen niet met elkaar boksen. Dat sluit ook mooi aan. Wauw. It's got a waterfall and everything. Just missed it. Help. I bet we could have something arranged. Again? Why, no, Mr. Rossignol. I've never had an oyster. Mr. Rossignol, you are terrible. It's convenient when buildings don't dock on time. Good to see you. Yesterday, hello. I had to take a gondola. Wat is pak om pakken? Oh, wauw. Ik kan gewoon pakken. Hij zegt niks, ik kan het gewoon afpakken. Geweldig. Perfect day for the celebration. Father Comstock must have foreseen and planned it. Wat heeft hij te zeggen? Hallo, jongetje. Kan ik de krant pakken of iets? Nee, hij staat gewoon stil. That statue... I just think it fails to capture Father Comstock's absolute... Echt Father Comstock levels. Does not matter to a Liberty Scout. There's no room for preference, only duty. Saltonstall's alright, I tell you. Says he's for faith, family, and fatherland. Who could be against all that? Zijn die niet dezelfde die ik net daar heb gezien? Of vergis ik me? Lijken precies dezelfde. Nou, ik denk dat we wel eens vaker clones gaan tegenkomen. Zeker misschien met vijanden en zo. Want ze kunnen niet allemaal nieuwe karakters verzinnen. Wat is hier? This vox populi that. Now, what does vox populi even mean, for heaven's sake? It's Latin. It means Latin. Ik ben benieuwd. Ik wil gewoon een beetje kennis hebben, een beetje verkennen. Damn, dit ziet er toch prachtig uit. Damn, gewoon damn. Nice. Oh, what the hell? What the hell? Je kijkt naar de paard! Oh mijn god. De paarden van de toekomst. Wow. Hallo. Hij wordt geworshipped als Jesus hier. Gewoon een heel parade is voor hem gemaakt. Zie meneer. Oh, wolken. Nou, je moet toch wel krachtige motors hebben om dit in allemaal in de lucht te houden. To attend on a day like today is serious business, you know. Can't be everywhere at once. You'll always miss something. That's why we're going to the raffle. Columbia Raffle Fair. Oh ja, ik weet dat je bij de raffle waar we naartoe gaan, daar krijg je eerst vigor, je eerste krachten. Dus hier zijn die weer. Hoe vaak gaan we jullie tegenkomen? Dit is de derde keer. Oeh, prallenbak. Ah, empty. Ik ga elk prallenbak checken als ze moet, gewoon voor geld. Wat is hier? Ah, zoveel kanten waar je op kan. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Misschien ga ik kijken wat hier binnen is. Warm temperatures, hello. Light variable winds throughout the afternoon. Oh, dankjewel. In short, a beautiful day for the festivities, Columbia. Oh, the cake. Cake is lie. Back to the music. Is hier nog iets? Kist. Geld. Fruit. Ze hebben hier varkens en vlees. Waar zijn de paarden dan?
Waarom hebben ze een robotpaard? Nou, robotpaarden zijn denk ik ook sneller. Here you go. Oh, wacht. Ik kan er zelf eentje in stoppen. Ik pak hem liever terug. Doe het. Ik heb het geld zelf nodig. Gaan we gewoon verder? Denk ik. Die kant op die kant. Deze kant. Oké, hier. Waar was dat liedje van? En dat liedje is ook een Easter egg eigenlijk. Er zitten heel veel liedjes Easter eggs in verstopt, dat weet ik wel. Maar dit is van een liedje. Ik moet het misschien eens opzoeken waar het is. Als ik het misschien weer eens tegenkom. Kom met eten. Kist, leeg. Vuurwerk, oh. Nou, dat gaat leuk vuurwerk worden.